De minister van Onderwijs wil af van de zogeheten pretstudies op het MBO. Dat zijn studies voor een beroep waarop de arbeidsmarkt weinig vraag naar is. Dat schreef ze eerder deze maand in een brief van de Tweede Kamer. Te veel studenten komen volgens de minister na hun opleiding niet aan een baan. Op het Tilburgse ROC in Stappengoor begrijpen ze de kritiek, maar het beeld dat de minister schetst is volgens hen niet realistisch. De minister geeft een beetje het beeld van, goh, er zijn een aantal opleidingen, daar is geen werk voor. Dus die studenten komen in de kaartbak van Sociale Zaken of het UWV. Onze ervaring is een andere. Een student met een startkwalificatie blijkt ook in tal van andere sectoren aan de slag te gaan. Op een aantal terreinen zijn we ook afhankelijk van economische ontwikkelingen. Zijn we ook afhankelijk van politieke keuzes. Hè? Kinderopvang is een heel mooi voorbeeld. Studenten die op dit moment nu een diploma halen bij de kinderopvang, zijn redelijk kansloos voor het vinden van werk in de kinderopvang. Maar 3 jaar, 4 jaar terug, toen ze met die opleiding begonnen, was er een schreeuwend tekort aan mensen in de kinderopvang. Studenten willen bovendien nou eenmaal graag een studie doen die ze leuk vinden. Ook al biedt het later niet direct kansen op de arbeidsmarkt. Iedereen moet doen wat je wil. Want als iemand zo'n studie wil volgen, moet je het helemaal zelf weten. Je krijgt er achteraf toch wel werk in. Er is altijd werk, blijft werk, vind ik zelf. Als je maar hard genoeg zoekt. Als je er goed in bent en er later ook iets meer mee kan doen, dat je daar vooral op moet focussen en iets gaan doen wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Dus. Ik vind het leuk, dus over 4 jaar zie ik wel weer verder dan. Wie weet kan ik er wel een baan in vinden. Dus er is heel veel vraag in de mode naar mensen die goed gespecialiseerd zijn in hun werk. Mensen volgen aan de ene kant natuurlijk hun droom. Aan de andere kant zijn ze ook wel reëel genoeg om zich af te vragen van en biedt het ook werkelijk perspectief. Maar dat komt meestal pas nadat ze dat diploma al hebben. Dus. Ja, maar het beeld dat studenten bij ons die afgestudeerd zijn in die afstudeerrichting massaal in de werkloosheid terecht te komen, dat is een niet reëel beeld. De minister van Onderwijs wil dat scholen studenten beter gaan voorlichten over hun kansen op de arbeidsmarkt. En dat betekent dat wij aan alle ouders in de voorlichting volgend jaar ook een soort arbeidsmarkt kalender of wijzer, of hoe je het ook wil noemen. Maar volgend jaar moet voor alle opleidingen duidelijk zijn als student is gekomen aanmelden, wat het perspectief van die opleiding is.